tafel. Een goedenavond, aanslagstekel. Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is Marja Silvertand. Marja, je bent van Feli. Ja. En wat doen jullie? Ik ben Feli en wij zagen een probleem in e-commerce. Namelijk dat als jij precies weet wat je nodig hebt, dan is e-commerce best wel top. Ja, dan, ga je naar bol.com of dan ga je naar Coolblue of wat dan ook. Typ je dat ja. in, vind je dat ding en dan ga je het kopen en wordt het ook nog eens min of meer vandaag bezorgd. Dat is perfect. Maar als je niet precies weet wat je nodig hebt, dan begin je op dezelfde manier. En dan kom je er vervolgens eigenlijk helemaal niet uit. Nee. En dat probleem, dat willen wij oplossen en daar zijn we mee bezig om dat op te lossen. Hey, en wanneer weet je dan niet wat je nodig hebt? Want ik ga naar een winkel altijd eigenlijk als ik weet wat ik nodig heb. Dan ga je naar een winkel? Of nou, dat? Bijvoorbeeld, weet je, of een online winkel is of een gewone winkel. Maar ja. ik ga pas eigenlijk naar een winkel ja. als ik iets nodig heb. Okay. Dus in welke omstandigheden weet ik niet wat ik wil kopen? Stel, jij wil een nieuwe laptop kopen. En je hebt daar misschien niet zo heel veel verstand van, maar je weet wel van, joh, ik ben een student en ik doe vooral tekst verwerken, browsen en dat soort dingen. Wat heb ik dan nodig? En vaak zie je dat bepaalde webshops of specialistische, er zijn wel pagina's die dan uitleg geven, maar dan mag je een hele encyclopedie door met wat een SSD en een HD is en hoe dat allemaal werkt. Ja. En het gaat dus ook niet heel veel verder dan een inspiratiepagina waar jij zelf nog steeds moet uitzoeken wat je nodig hebt. Terwijl als je in een winkel bent en je hebt ook die behoefte aan expertkennis, dan is er vaak wel iemand die jou de vraag stelt, kan ik je ergens bij helpen? Ja. En die vraag stellen we online niet. Webshops doen dat niet. Dus wat webshops doen is zeggen, hier zijn 300.000 laptops en een stel filters. Veel succes. Ja, dus je zegt ook als ik naar een winkel ga of een online winkel, en ik weet wel dat ik een laptop wil kopen, maar niet precies welke laptop van welk type. Ja. Weet je, dan... ja, het zijn echte adviesproducten. Ja. Ik denk dat adviesproducten, het gaat veel breder dan elektronica of je kan ook denken aan witgoed. Cadeautjes is een belangrijke. Ja. Maar zelfs in fashion kan ik me voorstellen dat een stukje hulp en wat meer assistance. En hoe doe je dat dan online? Want dat is natuurlijk niet zo eenvoudig. Nee, dat is het zeker Kijk, niet. Ik denk aan de verkoper in de winkel, die bekijkt jou. En als dat een ervaren verkoper is, die ziet al aan welke rekken jij gaat staan kijken. Ja. Wat je leuk vindt, die ziet wat je aan hebt, die ziet hoe je uit je ogen kijkt en die vormt zich een beeld. Hoe doe je dat online? Ja, en wat die verkoper ook doet, is die stelt jou bepaalde vragen om jouw context nog meer te verduidelijken. Je zegt, goh, waar zoek je naar? Precies. En dat hoeft online niet anders te zijn wat ons betreft. Ja, dan zeg je bijvoorbeeld, ik zoek een cadeau voor Erwin en dan antwoordt de bot, gebruik de knoppen AUB. Zie je geen knoppen? Sorry, flauw. Ja, dus je hebt inderdaad online een heel ander soort interface dan in een winkel. Dat klopt. Ja, dat is wel anders. En dat zijn inderdaad wel challenges die je daar moet overwinnen. Ja, maar hoe doe je dat online? Maar ik denk... Ik ben trouwens, niet dat mensen zich afvragen, maar ik gebruik nu jullie Messenger bot. Ja. Ik wil zo graag een cadeautje voor Erwin kopen. Dus ja. Het is jarig geweest. Inderdaad. Toen wist hij niet wat hij voor moest kopen. Ik heb geen idee. Dus ik ga proberen, terwijl we dit gesprek voeren, om iets voor Erwin te kopen. Maar we hebben de traditie overigens dat hij het altijd koopt in de uitzending. Dus aan het einde van deze uitzending heb ik een cadeautje. Ja. Maar hoe doe je dat online? Kijk, of het nou om een cadeautje gaat, of een wasmachine, of een laptop, of wat dan ook. Wat nu de baseline is, is jij vult in laptop, wasmachine en je krijgt dus die lijst met producten. Ja. Waarom niet vervolgvragen stellen om die context van iemand meer duidelijk te maken en te achterhalen wat eigenlijk die vraag achter de vraag is. Want ja, je wil niet laptop, je wil een laptop om mee te studeren, tekst verwerken, et cetera. Mm-hmm. Dus het hoeft geen rocket science te zijn, dit, volgens mij. Technisch... Geboortedatum? 3 januari 1961. Sorry, ga verder. Ja. Technisch kan dit uiteindelijk best wel complex zijn. Maar inhoudelijk is het puur die expertkennis binnen een bepaalde categorie.
vangen in een vraagmodel. En dat hoeft ook geen chatbot te zijn, overigens. Want dit is nu, waar we nu naar kijken, wat Roland aan het doen is, dat is een chatbot. Dat is een chatbot, je geeft een antwoord, er komt een nieuwe vraag, et cetera. Ja. Maar dus begin even aan jullie achterkant. Met welke techniek of met welke modellen of met welk idee willen jullie dit, zijn jullie dit aan het, deze ervaring aan het verbeteren? We zijn een modulair platform aan het bouwen. Dat bestaat uit eigenlijk verschillende modules waarmee je dus online advies kunt ontsluiten. En per productgroep kan het verschillen wat voor soort modules je ook nodig gaat hebben. Daar kun je ook heel breed in gaan. Als je bijvoorbeeld denkt aan, je wil een advies geven over wat voor verzekering iemand nodig heeft, dan zal je wat minder in de hoek zitten van allerlei gekke self-learning fratsen. Want daar moet je gewoon weten, klopt het advies wat ik hier gegeven heb? Want er kijkt een financiële autoriteit mee. Nou, dan heb je het dus over regels. Er is niks mis met een mooie if-else-constructie als die ook aan de voorkant het juiste advies kan geven. Ja. En andere modules waar we ook mee bezig zijn, zitten weer meer in de zachte hoek van de recommendations en de waiting en de learning. En dan zit je misschien meer weer aan die cadeaukant, daar zit dat meer achter. Dus daar zeggen we niet, dit is het cadeau wat je moet hebben, maar daar zeggen we, we leren van de suggesties die jij geeft en hoe jij reageert op onze suggesties. En dan worden de suggesties dus steeds beter. Ja. Dus het is echt een combinatie van modules. Bot wil nu weten of jij in een modelwoning woont of dat je een holbewoner bent. Holbewoner, ja. Bert de Boer vraagt, welk AI of machine learning platform gebruiken jullie? Of is het de Facebook prefab knoppen workflow? Welke, bijvoorbeeld waar we het nu over hebben, waar Roland nu mee bezig is? Ja, Bert, goed nieuws. die cadeaubot, dat was een van de experimenten die we gedaan hebben. Ja. Puur om ook eens te kijken van, hey, als je dus zo'n vraagflow of zo'n meer conversationele interactie in een bot wil gooien, hoe zou dat dan werken? En dat was in de tijd dat die Facebook Messenger net helemaal hip was. Ja. Dit is al oud. Dus hey, dat is ook supergoed nieuws. We zijn inmiddels al wat verder. En wat we namelijk ook zien is, het medium is in die zin niet het belangrijke hier. Het gaat ons om het vangen van die intelligentie en de expertkennis in een goed model. En uiteindelijk, per productgroep, daar dus ook goede vragen kunnen stellen en die contexten kunnen achterhalen. Het is geen chatbot, zeg maar. Het is een systeem wat mogelijk aan de voorkant in een chatbot kan draaien als een consument in die productgroep daar behoefte aan heeft. Ja, dat veronderstelt een hoop intelligentie, dit soort systemen. Want je moet echt wel door hele gerichte vragen, op een gegeven moment ook wel daadwerkelijk iets kunnen adviseren. Hoe werkt jullie systeem? Hoe zijn jullie gekomen waar je nu bent? Ja, hoe we zijn gekomen waar we nu zijn, is dus dat we zijn begonnen met een cadeauassistent. die gebaseerd was op echt een goede recommendation engine met learning algoritmes daarin die dus steeds betere cadeautjes suggereren. We zijn op een gegeven moment breder gaan kijken dan dat, omdat wij eigenlijk zagen dat, hoe lullig het ook klinkt, cadeautjes ons eigenlijk niet zo heel veel interesseren, maar het gaat ons om de techniek. Ja. Toen zijn we dus in de breedte gaan kijken van het probleem, want het probleem is groter dan alleen een cadeautje. Wat je ook zoekt online, als je niet precies weet wat je nodig hebt, is het knap lastig om tot zo'n aankoop te komen. En dat blijkt ook uit de conversiecijfers en dat soort dingen. wat wordt je gevraagd? Een Simpson fietsreparatie set krijg ik aanbevolen als cadeau voor jou. Nou ja, er zit wel wat in, behalve dat ik ga... Ja, dat is toch mooi? Koop hem, man. Nee, vind je dat leuk? Nee, kan beter. Zeg maar. Vergeet deze maar, ja. Maar, ik snap wat je zegt, dit is voor jullie een experiment. Maar eigenlijk nog even terug naar die beginvraag van Bert. Wat is de technologie waarmee jullie werken? Want we hebben hier meerdere gasten aan tafel gehad. Die zeggen, we zitten in de AI, we zitten in de machine learning. Wat is jullie basis? Wat is de basis? Waar komen jullie vandaan? We komen dus uit recommendations. We doen ook rule-based systemen.
We doen ook natural language processing om dus te achterhalen wat een zoekvraag van iemand nou eigenlijk is. Vertel voor de leek even uit wat het verschil is. Wat is een rule-based? Een regelgebaseerd systeem is eigenlijk als iemand dit doet, dan moet jij als systeem dit terugsturen. Dus dat is best wel een soort voorgeprogrammeerde gedachte van die ook terug te halen moet zijn. Ja. En in bepaalde sectoren is dat heel belangrijk. Dat je ook kan bewijzen van dit advies is ergens op gebaseerd. En dat is niet omdat een van de machines dacht, hey, ik heb hier iets geleerd. Ja, dus een medische diagnose is rule-based. Dat zou denk ik wel zo moeten zijn, ja. We zijn dus dat systeem, of sorry, het platform van ons zijn we steeds breder aan het trekken en steeds meer aan het uitbreiden. En dat betekent ook experimenteren met AI-technieken. Ja, wat is AI, weet je wel, Bert? Ja. wij worden doodgegooid door mensen die met AI bezig zijn. Nou, ik hou er dus niet van om die term te gebruiken, omdat het veroorzaakt meer verwarring dan dat het verduidelijkt. En ik wil dus ook niet de techniek of het medium voor de visie spannen, want we zijn nog heel erg aan het ontwikkelen. Maar goed, je hebt dit zelf ontwikkeld, maar voor wie voor wie ontwikkelen jullie zeg maar, de tools die je aan het ontwikkelen bent? En of welke klanten heb je nu die hiermee werken? Geef daar eens wat voorbeelden van. Ja. Wie moet er bij jou aankloppen? We doen dit in twee sectoren. In finance en in retail. In finance werken we nu... hebben we één partner, een grote verzekeraar. Dus daar werken we aan tooling rondom verzekeringsadvies. En in retail hebben we dus ons eigen platform waarmee we bezig zijn geweest in eerste instantie rondom cadeaus. En daar zijn we nu bezig met dat doorontwikkelen. Echt als een visie op de toekomst van e-commerce aan de productkant. Dus dat doen we echt door te kijken naar, oké, we hebben nu Amazon, we hebben nu bol.com. Stel nou dat we helemaal opnieuw konden beginnen en al die technologie er niet zou zijn. Ja. Hoe zou je dan met de technieken van vandaag online shoppen kunnen bouwen? En hoe zou dat er dan uitzien aan de voorkant en aan de achterkant? Want ik denk dat de reden dat het nu eigenlijk in de situatie die ik geschetst heb niet goed werkt, dat is voornamelijk omdat de technologie door de jaren heen op een bepaalde manier gevormd is. Dus ik kan me ook haast niet voorstellen dat het heel makkelijk is om dat naar de toekomst toe te verbeteren, die user experience. Tenzij je ook heel erg hard die techniek eens anders gaat bekijken. Mm-hmm. En dat is dus waar we aan de retailkant ook mee bezig zijn. Maar goed, als je daarover nadenkt, schets mij die toekomst eens. Hoe zou het eruit zien als we nu zouden beginnen? Ja, wat ik voor me zie is meer een soort Google. Als een landingspagina. Dus in plaats van... In plaats van product als startpagina vragen? Startpagina, ja, dus in plaats van een startpagina. Hier zijn al onze categorieën en hier heb je heel veel banners met sale en gekkigheden. Waarom niet gewoon, waar ben je naar op zoek? Hallo, kan ik je ergens bij helpen? Net als in een winkel. Ja. En vervolgens wil je met die eerste zoekopdracht iets gaan doen. Dus je wil daar meer context aan gaan toevoegen en achterhalen. Wat iemand echt nodig heeft. Dus daar komt het element conversationeel in. Hoe dat er vervolgens aan de voorkant uitziet, of dat een chatbot is, of gewoon een hele mooie webapplicatie, of AR-gekkigheden. Nee. Dat kan natuurlijk allerlei kanten op. Maar wat je eigenlijk wil gaan doen, is dus per productgroep op de een of andere manier modelleren van wat is een gesprek wat je hier zou moeten voeren om mensen een goed advies te kunnen geven. In plaats van, zoek het zelf maar uit. Hier zijn alle koptelefoons. Ja. Ja. Ik ben nog steeds bezig. Je hebt wel de eerste wat er langskwam, wat misschien daarna wilden ze je een wijnstopper geven. Nou, je drinkt nooit wijn, maar Leonieke soms wel. Toen een bottle light. Nou, toen kreeg ik nieuwe vragen. Gaat Erwin uit? Nou ja, regelmatig. Maar wat we ook kunnen doen, en nu kreeg ik een USB, dit hele oude ding een gewoon USB even opzij leggen. Een koffiekopjes verwarmer. Oh. Dus dat vond ik wel echt wel leuk, een hele goeie. Ja. Dus die heb ik bewaard. Okay. Oh, trouwens, wat wel een leuke is, die Feli tooling, ondanks dat wij er dus niet zo heel veel meer mee doen, die leek wel voor veel mensen relevant te zijn. Want toen we dit lanceerden, hadden we wel iets van 10.000 users in 2 maanden. Kijk, en ja, ik vind het nu wel leuk. Nee, serieus. het is een grappig dingetje. En wat ik jammer vind zelf, is dat wij er zelf nu te weinig ruimte voor hebben om dit nog beter te maken. Ik denk dat er
ja, het is een leuke manier van een cadeau uitzoeken. Het is trouwens iets waar ik heel geïnteresseerd zou zijn in een goed marketingbureau die dit vet vindt en die hier wel mee aan de slag kan. Ja. Voor jullie is het proof of concept geweest. Ja, het is echt een pokje geweest. En ik geloof er wel in dat mensen... Er zijn best veel mensen die dat lastig vinden. Vooral om online een cadeau te zoeken. Maar ik snap nu beter. Jij zei van, ga je daarover hebben? En wat wij altijd aan het begin van de uitzending hebben, zeg maar jouw naam. En we hebben jullie Twitter-handle, et cetera. We gaan er heel blanco in. Ja, heel blanco in. Daardoor gaan we naar de Twitter-pagina. En daardoor zie ik allerlei voorbeelden van cadeautjes. Maar ik zie nu pas dat de laatste keer dat jullie iets op Twitter gezegd hebben van 10 februari 2017 is. Dus jullie zijn hier eigenlijk al een jaar niet meer actief mee bezig. Toen was het bijna Valentijnsdag. Toen dachten ze, misschien kan dit nog één keer iets met cadeautjes. Maar eigenlijk is dit niet inhoudelijk waar onze passie ligt. En wij zijn geen marketeers. Dus we kunnen dit leuk bouwen. We kunnen hier iets heel moois van maken. Maar als je dit echt goed naar buiten wil brengen, we hebben in het begin gewoon eigenlijk geluk gehad. Het is ons gelukt om die eerste launch goed te doen, veel users. Maar het is ons niet gelukt om daarop voor te bouwen. Maar wel op de techniek. Ja. Maar wat mij wel hielp, want ik heb ook naar jullie website gekeken natuurlijk. Ik zou zeggen, voorbeelden helpen wel om beter te begrijpen wat je doet. Snap je? Dus ik ben eerst naar jullie website gegaan. Vond ik het eerlijk gezegd voor mij als relatief leek. Complex. Mm. En toen ik naar hier naartoe ging, dacht ik, oké, dit is wat ze bedoelen. Dus in die zin heeft het wel zijn functie. Ja, klopt. En het lastige is als start-up, als je nog weinig klanten hebt en de klant die je hebt, daar heb je, wat dat betreft, kan je daar niet heel veel over roepen. Dat zijn weer mooie NDA-gekkigheden. Dat je dus qua case studies het best wel moeilijk hebt. En ik kan ook eerlijk zeggen dat het voor ons wel een lastige is van in hoeverre willen we bijvoorbeeld die cadeau dingen nog op de site hebben. Want het is niet dat wij daar nu genoeg tijd voor hebben om dat heel erg... Nee, maar hoe zou je dan bekend willen staan? Als het niet als een techbedrijf. Ja, maar op welk gebied? Op het gebied van online advies. Ja, en maar in de volle breedte? Ja, in retail en in finance. In retail en in finance. Ja. En retail is dan niet per se cadeautjes, maar gewoon je producten, adviesproducten. Precies. En wat heb je dan nodig om daarin te kunnen groeien? Onze volgende stap... Ik vraag het ook, want jullie hebben in Startup Bootcamp gezeten. Ja, klopt. Volgens mij is dat nou precies wat je daar zou moeten meekrijgen, toch? Van hoe je dit soort... Je propositie helder krijgt, hoe je groeistrategie... Ja, en dat is ook precies waar we de stap hebben gemaakt van het breder kijker dan de cadeauassistent. Okay. En ook de ontdekking hebben nu, gedaan dat dat is... Wat heb je dan nu nodig om die stap te kunnen zetten? Want ik ben het wel een beetje met Erwin eens. Ik heb jullie ook best wel even tijd besteed om jullie goed te googlen. Maar ik kom eigenlijk na begin 2017... Ja, dus we hebben een klein SEO-probleempje. Is een jaar geleden, kom ik bijna niks tegen. Dat zou wel mee moeten vallen, maar... In principe, kijk, we zijn in het afgelopen jaar ook redelijk under the radar bezig geweest. Hè? We hebben één goede, mooie klant. Daar zijn we echt toffe dingen aan doen die enorm goed werken voor de conversie daar overigens. En aan de retailkant zijn we echt eventjes gewoon teruggegaan naar de basis en gekeken van hoe willen we dit breder gaan trekken. En voordat we nu weer hals over kopjes in de markt gaan zetten, zoals met onze cadeauassistent doen, willen we dat eerst logisch gaan opbouwen. En je vroeg wat de volgende stap gaat zijn. Voor ons is de eerstvolgende stap die we in de retail willen zetten, is dat we ook daar met een aantal partners gaan kijken naar, werkt het model wat wij voor ogen hebben, dus wat ik net zei, hè, meer het conversationele, werkt dat conversieverhogend? Maar als je naar zo'n Startup Bootcamp gaat, of welke andere accelerator dan ook, dan gaat het natuurlijk altijd over schaalbare modellen. Weet je, dat is eigenlijk niet zozeer over maatwerk eigenlijk, want meestal gaat het over platforms, et cetera. Hoe zie jij jullie eigen toekomst voor je? Zijn jullie straks een plek waar ik naartoe kan gaan en ik bij wijze van spreken, ik heb een winkel vol met spullen en ik upload zeg maar een document met alles wat ik heb en ik kan gebruik maken van je technologie of blijft alles van jullie eigenlijk maatwerk? Ga ik eerst een gesprek met jullie consultant aan, hoe kunnen we jullie technologie het beste inzetten? Nee, dat is nu op korte termijn wat we doen. En dat doen we ook omdat we dan customer funded ons bedrijf kunnen runnen in plaats van dat we nu een investering opzoeken. Dus met het platform wat we nu al hebben staan, kunnen wij online advies ontsluiten voor de eindklanten van bedrijven. Dus we kunnen onze technologie bij
weet ik veel, een Adidas neerzetten voor een hardloopschoenenadviseur, bijvoorbeeld. Ja. Daar kunnen wij op korte termijn wat centjes mee verdienen, waardoor wij ondertussen ook door kunnen werken aan ons platform. Ik zou het liefst wel weer ooit een B2C-product zelf in de markt gaan zetten. Ja. Dat lijkt me heel gaaf. En wat zou je dan willen? De nieuwe bol.com. Ja. Ja. Zo. Ja. Dat is ambitieus. Ja. Ja, weet je. Maar waarom zou je niet de technieken gewoon aan bol? Waarom zou je niet gewoon de techniek aan bol verkopen? Nou ja, dat komt een beetje terug op wat ik net zei. Van, als je kijkt naar Amazon en bol.com, die bedrijven die zijn ook al 20, 25 jaar oud zometeen. En is het dan nog wel mogelijk om op zo'n technologische basis echt een hard verschil te maken aan de voorkant in de user experience? Dat vraag ik me eerlijk gezegd af. Ja. Er gaan natuurlijk nu heel veel stemmen op van de Big Four en er kan nooit meer wat anders, maar ja. Daarvoor waren anderen voor, toch? Precies, ja. Dus ik denk van, ik vind dit gewoon leuk om ook over na te denken en mee bezig te zijn. En waarom niet wat dingen proberen en kijken wat de volgende stap voor e-commerce zou kunnen zijn. Ja. Ik zeg niet dat dit dit jaar af is trouwens. Nee, we geven je nog ietsje langer. Ja. Hoe groot is jullie bedrijf nu? We zijn met z'n vieren. En welke deskundigheid hebben jullie in huis? Ik ben CEO, babbelaar. conceptueel doe ik het stuk en een stukje user experience. Dan hebben we Marciano, die zit daar. En die is zelf user experience designer. En hij doet een afstudeeropdracht nu. Rink is onze CTO. Zijn achtergrond is als softwarearchitect. Hij heeft 10 jaar ervaring bij alle leuke grote techbedrijven. En dan nog Steve en hij is ook developer. Ja, dus we zijn redelijk wel tech-heavy nu. Ja, hoe ziet dat er nou? Hoe ontwikkel je dit soort logica? Want dat is het natuurlijk ook in zekere zin. Hè? Want je wil zo'n beslisstructuur afpelen. Van weet je wat mensen zoeken, wat ze. Ja. Waar begin je? Want je zegt het werkt voor alles hetzelfde uiteindelijk. Als we dit voor verzekeringen kunnen, kunnen we dit ook voor sportschoenen. Ja, hoe werkt dat dan? Want ik snap dat eigenlijk niet. Het werkt in een gesprek met een expert. Dus bij verzekeringen. Ja, maar jullie zijn geen expert. Dat klopt. Dus bij verzekeringen is dat een verzekeringsadviseur. En die gaan wij helemaal leegtrekken. En zorgen dat we zijn of haar kennis in een model kunnen vangen. Bij boormachines gaan we de gamma in en vragen we, ik zoek een boormachine, wat heb ik nodig? Weet je, dus je wil uiteindelijk van eigenlijk de offline experts achterhalen. En feitelijk gaat het ook zo? Ja, ja. Ja, absoluut, ja. Ja, en je kan natuurlijk soms ook al wel ver komen door zelf eens te googlen. Hoe werkt het als je een nieuwe laptop gaat uitzoeken? Waar moet je op letten? Dus dat is eigenlijk wat ik zei. Het is eigenlijk wat je doet is digitaliseren van de fysieke expert, van de persoon. Ja. En dat zet je zeg maar om in allemaal mootjes, zodat je in dezelfde vraagstelling digitaal kunt doen. Ja, dus de vragen. Maakt de persoon schaalbaar. Ja, en de vragen zullen wel altijd anders zijn per product vertical, zeg maar. Dus je zal niet dezelfde vragen gaan stellen. Nee, snap ik, maar wat je zei. Weet je wel, bij wijze van spreken van de boormachine specialist of de bedden specialist. Ja, de boormachine specialist die moet andere vragen stellen om jouw context te achterhalen dan de bedden specialist. Ja, maar jullie moeten dus ook hele goede vraagstellers hebben. Ja. Ja. Dat is een andere deskundigheid natuurlijk. Ja, klopt. Ja, en wat me nou zo gaaf zou lijken, is als we die experts wel straks een rol zouden kunnen geven in dit platform. Want je ziet natuurlijk ook dat nu, retail gaat niet weg, maar er gaat wel steeds meer online. En online moet zich doorontwikkelen. Nou, daar zijn wij volop mee bezig met kijken wat is de volgende stap voor e-commerce. Maar ondertussen heb je wel heel veel mensen met echt heel veel specifieke vakkennis in bepaalde productgroepen. Ja, dat zou ik heel stoer vinden als we daar wel gebruik van kunnen maken en als we die mensen ook een rol kunnen geven in dit platform. Hey, dit gaat heel erg over e-commerce of finance, zoals je net zei. Maar als ik het even iets breder zeg. Hè? Als je nou zegt van, er zijn heel veel mensen, de vakmensen die nu die misschien ouder worden en doodgaan, misschien jongeren weer opleiden, et cetera. Maar zou jullie technologie niet
eigenlijk ook heel erg inzetbaar zijn voor opleiding. Zeg maar om kennis van de maatschappij die we nu hebben. We proberen alles vast te leggen wat ik weet, wat Roeland weet. Ja. En we kunnen dat bij wijze van spreken gebruiken voor mensen die geïnteresseerd zijn in de mediawereld. Zou jullie niet ook gewoon een fantastische learning tool kunnen zijn? Ja, wie weet. Ik heb ook wel eens iemand horen refereren aan dit als de nieuwe Google. Ja. Maar het is natuurlijk inderdaad de gedachte van je wil een bepaalde soort kennis vangen en ontsluiten naar mensen. Ja. En wat ik nu vaak zie is dat veel bedrijven wel bezig zijn met het vangen, maar niet zozeer met het goed ontsluiten en op het juiste moment in de user journey van iemand ontsluiten. En ja, als de user journey een student is die van een echte kenner wil weten, nou ja. Hoe doe ik dat nou? Ja. Ja, wat ik nou het lastige vind om het helder te krijgen, is dat ik vind het best wel een complex proces. Van je gaat de expert, weet je, de verzekeringsadviseur, de vertegenwoordiger in de gamma vragen, wat voor boormachine ik nodig heb. Al die mensen waar ik nou een uitgesproken pesthekel aan heb. Ja, verzekeringsadviseurs zijn oplichters. De gemiddelde medewerker bij de gamma die weet echt geen fuck van boormachines. Terwijl we zijn inmiddels in een digitaal tijdperk aangeland. Waar, dus straks heb je gewoon iemand, een tablet in de gamma. Waar iemand die een klein beetje mij profilt, exact weet wat ik leuk vind, exact weet welke gereedschappen ik in huis heb, exact weet hoeveel verbouwingen ik het afgelopen 3 jaar heb gedaan, exact weet wat ik doe en wat ik leuk vind. Net zo goed als dat Spotify exact weet, ja, ben ik onder de indruk van, namelijk altijd weer welke muziek ik veel draai. Ja. Wat is dan, wat jullie doen, wat voor toegevoegde waarde heeft dat dan op die enorme hoeveelheden data die gewoon al beschikbaar is over mijn voorkeuren? Waarom moet je dat dan nog een keer gaan uitvragen? Oké, dus jij zegt van, ik kom gewoon met mijn profiel aan vanuit Google en die weten eigenlijk alles al. En Facebook, Google, ja, whatever. De tracking cookies. Nou, dat vind ik wel interessant. De hele klerenzooi erbij. Wat ik daar interessant aan vind is, en daar heb ik ook al veel over nagedacht, van als je dus kijkt naar e-commerce van de toekomst of e-commerce in de 2020s, zeg maar. Dan heb je het dus over de voorkant, over de achterkant. Hoe doe je product management tegen die tijd? Nou, dat soort dingen. Maar ook over een stukje transparantie en creepiness en data. En hoe ga je daarmee om? Want dat zeg je wel, maar nee, maar leg mij eens uit waarom ik jou zou moeten vertrouwen als ik een boormachine wil kopen. Weet je, waarom met 3 programmeurs en een CEO, ja, kun jij mij een goede, precies vertellen welke boormachine nou, ik tegen moet die kopen? Tijd, daar weet je toch helemaal niks van? Tegen de tijd dat wij hier zelf live mee gaan in de markt, ik zou nu die boormachine tool het liefst bij een praxis neerzetten, zodat we hun expert kunnen invangen. Nou, noem je de praxis, die weten echt niets van boormachines. Vertel de winkel. Maar dan vullen we dat aan met de kennis. Weet je, uiteindelijk, het gaat erom dat je de juiste expertkennis gaat vangen, waardoor je een goed advies kan geven, waardoor iemand een aankoop doet waar hij een goed gevoel bij heeft. Weet je, je wil reassurance geven. Je wil dat die keuzestress afneemt. En ja, Maar goed, laten we even uitgeven. Dat dan gaan we niet naar de praxis, naar maar Guntener en Meuser en Guntener, die wel alles weten van gereedschap. Maar ja, je wil je spiegelen aan de experts op, ja, dit gebied. Ja. Ja. Ja, je wil online eenzelfde soort beleving creëren van hulp, assistentie, die je ook offline kan krijgen. En dat is er nu gewoon helemaal niet. En dat gaat in stapjes, hè. Ik zeg niet dat wij dit jaar dat je dan bij ons een boormachine en een laptop gaat kopen, omdat wij die expertkennis in hebben. Ja, maar ik vind het zo lastig, omdat de transparantie soms ontbreekt in dit soort. Het zijn allemaal nieuwe dat dingen, dat is inderdaad superbelangrijk. Maar hoe kan ik nou beoordelen, ja, of zo'n recommendation engine? Ja, dat klopt. En inderdaad, weet je, bij Spotify kan ik het gewoon checken. Dan denk ik, oké, beveel mij 10 liedjes aan en als ik het allemaal niks vind, dan werkt het niet. Ja, dat klopt inderdaad. Want transparantie en uitleg in recommendations is echt superbelangrijk. En dat is een van de pet peeves van onze CTO Rienk. Die is daar ook heel veel mee bezig. Van als je dus een recommendation systeem hebt en er komt een bepaalde boormachine uit, dan moet je niet zeggen, die moet je hebben. Maar je moet zeggen, omdat jij dit en dit zegt, is dit het product wat daarbij past. Want. Dus je moet ook mensen uitleg geven bij het advies. Je moet ze ook gaan opvoeden. Je moet ze helpen om te zien dat inderdaad de juiste keuze is. En eventueel wat de alternatieven zijn, waardoor ze tegen jouw advies in kunnen gaan.
Dus ook hier, dit is eigenlijk geen rocket science, want dit gebeurt al offline. Maar online, dit is er gewoon niet. Niet op deze manier. Ja. Dus ja, je hebt gelijk. Volgens mij is transparantie superbelangrijk. Zowel in soort van de creepiness factor van wat weten ze eigenlijk allemaal al over me? Want wat weet Amazon allemaal wel niet over je? Maar ook aan de kant van, als je dus een aanbeveling doet of een advies geeft, waar is dat dan op gebaseerd? Maar wat mij moeilijker lijkt is, in deze fase, en misschien komt er straks een andere fase hoor, ik snap wat je zegt. We gaan naar een winkel waar bij wijze van spreken een fysieke verkoper is, die heeft heel veel deskundigheid. Die proberen we allemaal uit zijn hoofd te trekken, proberen we om te zetten in ons systeem, zodat mensen vragen kunnen stellen. Maar, ik garandeer je één ding, dat ik weet, als ik naar een deskundige ga op een terrein waar ik niet zoveel van weet, kan ik hem eigenlijk niet de goede vraag stellen. Ja, dus je bedoelt de vragen die jij als consument stelt dus aan... Dus die jullie eigenlijk nu... Dus dat lijkt mij nu een ingewikkeld ding. Mm-hmm. Want, ik noem maar wat, als het een bepaalde verbouwing is en ik ben helemaal niet handig, dus dan kan ik wel een paar algemene vragen stellen, maar ik weet eigenlijk niet waar de kritische punten zitten. Snap je? Ik zou niet de juiste... Zelf nu, ik zou niet de juiste vragen kunnen stellen aan een timmerman. Nou, als ik bij de praxis zou werken en jij zou bij mij komen voor advies welke boormachine je moest kopen, zou ik zeggen, ik zou het helemaal niet doen. Ja, nou, ik zou... Ik zou misschien zeggen, ik zou gewoon een aannemer inhuren, want dat wordt helemaal niks. Nou, ik zou zeggen, koop er eentje en krijg je korting van die aannemer. Ja. Nou ja, sterker nog, als je dus gaat vragen, hey, waar heb je dat ding voor nodig? En jij zegt, ik moet even een lijstje ophangen. Dan zeg je toch vervolgens, hey, maar we verhuren ze ook gewoon voor 16 euro per dag. Je hoeft dan, dus het gaat breder dan alleen maar mensen dingen aansmeren. En uiteindelijk is e-commerce nu, is dozen schuiven. Het is echt, zoek zelf maar wat uit. Wij zorgen wel dat het bij je komt. Maar het moet meer zijn dan dat. Ik vind het wel heel mooi. Jullie ambitie is fantastisch. Nee, serieus. Ik ben heel benieuwd hoe jullie het zal vergaan. Jullie doen het ook, daar heb ik ook altijd respect voor. Bootstrapped of op basis van klanteninkomsten. Vind ik ook altijd mooi. Waar staan jullie over een jaar? Over een jaar zijn wij nog steeds lekker aan het ondernemen en zijn we daar nog steeds heel blij mee. Hebben wij hopelijk een iets groter team dan we nu hebben. Een aantal specialistische rollen die we willen invullen. Zoals? Ik zou er heel graag een product owner bij hebben. Iemand die in mijn hokje zit, want ik ben nu... En klantverantwoordelijke en conceptuele en copywriter en babbelaar. Ja. en zo zijn er nog een aantal andere profielen die wel op de wishlist staan. En daarnaast hoop ik dat we een significant deel van onze inkomsten en de manier waarop ons bedrijf kan draaien ook tegen die tijd uit recurring revenue kunnen gaan halen. Dus dat we echt al, zowel in retail als in finance, iets hebben staan waar je als bedrijf op kan inprikken. En waar je gewoon jouw adviseur tool kan afnemen. Dat is waar ik over een jaar zou willen staan. Hartstikke mooi. Dan nodigen we je nog een keer uit en kijken of het gelukt is. Heb je nou een broodje van me gekocht of niet? Nee, ik ben het nog... Maar goed, dus, je zei al, die bot is... Ik kan je ook wel gewoon even advies geven, weet je? Ik ben inmiddels zo'n cadeau-expert geworden. Ja, ik ben gewoon offline adviseur. Ja. Oké, gaan we jullie doen. Bedankt voor het kijken. We zijn er, zoals je weet, iedere dinsdagavond. We bedanken, zoals altijd, Bier & Co. voor de biertjes... Jetstream voor de livestream, PQR voor de hosting van de website en Freedom Lab van waaruit wij uitzenden. Volgende week zijn we weer, Stekel. Jazeker. Dag. Dag.